Na een jaar zonder concerten waar je echt bij kunt zijn, lijkt er licht aan het einde van de tunnel. Live on the Beach maakte dinsdag bekend dat André Hazes en Tino Martin de strandconcerten op Scheveningen in september gaan aftrappen. De volkszangers zullen optreden op donderdag 2 september. De daaropvolgende zaterdag staan Gressip en Danny Vera op het podium. Zij zullen dan het concert inhalen wat in 2020 niet kon doorgaan. De organisator heeft goede hoop dat zijn evenementen dit jaar wel kunnen doorgaan. Prinses Alexia gaat na de zomer voor het vervolg van haar middelbare schooltijd naar het United World College of the Atlantic in Wales. Zij zal daar opgaan voor haar internationaal baccalaureaat. Door in Wales te gaan studeren stapt de prinses in de voetsporen van haar vader. Koning Willem-Alexander haalde daar in 1985 ook zijn internationaal baccalaureaat. Prinses Alexia zit nu in de vierde klas van het christelijk gymnasium Zorgvliet in Den Haag.